Ele fez um beijinho bom de show. Ver play pinball.
un piatek com quatro peixes, eu acho. Whoa! A bunch of holy moly. Giù le cacolo fa. Angie, questo non lo capo. Thank you.
Plus de bitch cube. Et non, j'imagine pour le cappuccino d'avocat. Regent je bij een groepsband is wel het ideaal. Zorg er niet voor dat je niet verder naar beneden glijdt. Goed zo. Oké, zo is het goed. Thank you.
那种非常的你反馈好的。都是你自己的功能把给自己Zowel donderdag als vrijdag voorspellen ze hier 40 plus. Dus ik probeer er ook niet veel aan te denken, want ik kan er niet heel goed tegen. Tegen warm. Heel hard dat we het niet halen, dat ze het gewoon compleet verkeerd voorspeld hebben. Ik twijfel het een beetje. Meestal qua temperatuur zit ze redelijk goed, het is alleen neerslag. Ik werk gewoon binnen op kantoor, maar als het 40 graden is, kan de airco bij ons het ook niet aan. Maar met al die computers en al die mensen, dan wordt het bloed en bloedje heet binnen. Lukt het van 7 ounce, wee! Zo. Het zal bijna vol zijn. 8,9%. Mooi dat de puntjes net verkeerd omstaan. Of ik sta aan de verkeerde kant. Ik heb dat boven stress. Mooi dingen weer even vullen. Zo, weer onder bij de 10 ohms erbij.
Hogy az itt hívós, mert én is sem tudom, hogy nem fel, de édes. Tudnák az a fel, de édes, de kell, fejlővel mindenki. Most is ahogy sérülnek, akinek hallom. Get some blues. Okay. So, I'm sure we'll let you know if you have that. Thank you.
We zijn alweer op 44%. En de volgende zin van 6 in game is. Zo'n intensieve kraten, dat kon ik geen te roepen. Dat mag ik ervan zo denk dat het vandaag een beetje rivals is. Met onder andere Burk. Ik moet niet afkloppen. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel last van de muggen. Oh, hey, Mark, ik kan het net over je. Zeg, ik hoop dat jij eraan denkt Twitch Rivals aan te zetten. Vandaag en morgen.
Sowieso zag ik op mijn tweede scherm dat Burke zo meteen volgens mij ook moet. Dan zit ik goed bij. Met Kletus en Lassie of Cassie. Ja, dat is die standaard, dus ja, niks nieuws natuurlijk voor ons. Ik weet alleen niet hoe laat hun moeten. Of dat nu is, of over een half uur, of over een uur. Dan zal het niet lang meer duren. Kijk, per groep 5 teams, per team 4 players, format 6 arena matches, prize pool en ton. Wow. Of Burke. Min-min in C6, normaal een comment. Hoezo? Waar loop je tegenaan, jongen? Oh, dat is niet C6 wat Discord gebruikt, dat is Marker. Moet je even kijken wat dat bij Discord is. Of je moet even, ik weet niet of, oh nee, je kunt dat natuurlijk niet. Moet je even googlen Discord Markup. Dat is heel anders dan C6. Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit naar de Discord teams gekeken. Maar ik weet dat de standaard tekst layout van Discord is gewoon makker. Met sterretjes en streepjes, is gelijktekens om bepaalde tekstformaten aan te geven. Ik zal er gewoon een scherm erbij gooien. Dat is heel anders dan C6. Nu weet ik niet of de teams wel met C6 werken. Ach, maar als met teams in Discord heb ik nooit gekloot. Okay. Maar ik gebruik niet gauw streepje in C6. Better Discord. Is dat ook al wel iets? Ja, dat kan nog helemaal net mooi. Meer een emmertje vol. Jippidipidipipi.
Я как-то долго же приехал, блин. Ой. Alright. They need 5 heal up. Langs rijden. Oh, ik heb eigenlijk wel een bak met verkeerd staan, zie ik. Dit was het denkblok. Sorry, glitch. Kijk of dat ver genoeg is. Denk je dat je aan het schuiven bent en kun je springen? Oh, Bulk is nou bezig zo te zien. Op Twitch ga ik als. Smelten. En we zetten in cash. Middernacht moeten we weer ons deel betalen. Onze provisie, commissie, net hoe je het wil noemen.
trommel met 24% discount. Dat was 193.000 of zoiets. Dus ik denk dat ik nou gewoon geld sparen, gewoon even in de gaten houden wat in de discount komt. Neem het of naar Sea of Thieves kijken of naar Twitch Rivals. Zover ik weet. Volgens mij hoef je maar een half uur of zo te kijken bij de Twitch slots. Dus ik zou gewoon Twitch Rivals op een scherm op 320p of zo zetten. Geluid uit. Of geluid heel zacht. En ondertussen een andere aanzetten die je wilt zien. Ik kan toch niet met geluid kijken, dus ik heb gewoon Rivals aanstaan.
mun käsut siis se suitaso kuuhjait. Goudbaren inleveren. Dat deed ik denk ik. Is het Summit? Of Peeved? Of allebei? Against the world. Is wel vreemd, hè? Tenminste, laten we eerlijk zijn, Burg en zo zijn geen super PvP'ers.
Hunt of Court Low. Ai. Ok. Ah, zolang ze fun hebben, hè? En dat hebben ze toch wel, die bier. Ik weet ook niet of het mooi in elkaar zit. Of dat een knockout is, dat de laatste steeds afvalt. Of dat je zoveel rondjes moet doen en dan degene die top zoveel gaan door of zo. Top 2. Maar je zult er 2 groepen zijn. Ja, ik heb ook geen idee. Ik denk het laatste. Zoveel matches zijn en dan top 2 gaat door en de pot op 2 tegen elkaar. Ah ja, de match zelf duurt 1.5 uur. Was je het kijken Kingshuis? Nou, als je persoonlijk Burke en Cream en Cassie Mexican Cletus. Het is wel een hele grappige crew. Gewoon ook om te kijken als ze ook weer anders streamen dan Sea of Thieves. Het zijn gewoon echt 4 gekken bij elkaar. Alleen die streamen hun in principe late night crew, noemen ze dat ook. Late shift. Dus op het algemeen streamen die tijdens onze nachtuur. Laten we de nacht voorbij gaan. Vision 13.000. Heb je het gevoel dat je weer niks aan doet bent geweest? Ja, we moeten ook iets verder op inzetten. Dus kijk of jij ook dat hobbeltje in kunt.
Nee, ja, als je een diehard PvP'er hebt en tegen stel die over de lol spelen, dan is het heel vlug bekeken natuurlijk, hè. Daarom ben ik benieuwd naar wat het formaat van toernooi is, zeg maar. Of het gewoon echt één match is en de laatste twee vallen af, of de laatste valt af, of... Geen water. Jij los. Waarschijnlijk omdat er natuurlijk wagen natuurlijk ook mee ingreven. Ah, is inderdaad Summit. Shh, 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 shh.
Reconnection.
aspettare mai. Su, ecco, sta
Yay, nuggets. Nee. Veel zo te zien. Oké, dan schaal het daar anders in één kijk toe.
You know, Park. Scherpjes zijn wel meer als buik. Thank you.
Goedenavond, Siesler. Tussen zelfs best. Ja, 5:12. En dan ben ik nog gedrukt in het gooien van ons. Dus hartstikke vol. Zo, even stoppen. Ja, ik heb zelf King Size. Ik ga zo ook mijn headset afzetten en nog eventjes kijken bij Bird wat hij aan het doen is. En dan proberen op tijd een beetje te gaan slapen. In ieder geval tot de volgende King Size. Zo. Okay.
Yeah. Ik zag dat in de tavern Summit ook meteen Kriemen zo opzocht. Natuurlijk kennen die elkaar, Mark. Nee, maar al die streamers kennen elkaar. Dat staat daar los van. Zag je wel weer aan de reacties op In Control van mensen die ik totaal niet verwacht had dat die erop zou reageren. Zo van, heer Jok, je doet niks met StarCraft. Maar, dag wel. Thank you.
Ich bin fast wahrscheinlich voll. So, der soll auch sein. Okay, nou ja, weten we wel wie er wint, maar... Om het zo te zien, dat is waarschijnlijk laatste hoor, als ik dat zo zie. I used to be in love with heartbreak and internal fire. Now
Ja, daar zag ik een tweet van voorbij komen. Ik dacht super, niet zo super. Ik denk, oké. Okay. De vraag is alleen, is dat hardware, want ik heb het artikel niet gelezen, of het hardware matig niet super is? Of dat het momenteel, een drive issue is, wou ik zeggen, maar. Nou ja, kan hè, maar nee. Mijn 8% increase ten opzichte van de gewone 2080 dan. Dus dan kun je beter de 2070 super halen. Want dat is dan prijstechnisch gezien beter. Of sneller, net hoe je het wil noemen natuurlijk. Die gaan we denk ik niet uitkomen. Nee. Dat we dat anders doen. Niet zo even. Zo, kut hè. Zo dan maar. Ja, maar als de niet aangesproken wordt of niet gebruikt wordt of lager geklokt is, om het zo maar te zeggen, dan heeft dat weinig zin natuurlijk om meer te hebben. Dat is alles.
trying to hold you, but you left me here for dead. Ooh, how could I do what I've done if I'm in love? Ooh, you know I did what I did, you know it's the fun. Headset off to 7. Ugh. Wat gaan we doen? Nou, iedereen bedankt voor het kijken vandaag, bedankt voor de chat, bedankt voor de follows. Morgen zijn we natuurlijk weer als we het weer een beetje overleven, aangezien het morgen nog een beetje warmer wordt als vandaag. Morgen zullen we sowieso zijn, want dan gaan we lekker waar. Haha! Beetje afkoelen. Morgenavond dus Sea of Thieves. Nu in ieder geval. Een hele fijne avond, alvast wat rusten en wellicht tot morgen!